Henk Angenent, vorige week was Kees Verkerk hier en nu Henk Angenent. Ja, allemaal grootheden hier op deze baan in Rotterdam. Ja, het is natuurlijk fantastisch. Het is natuurlijk echt een sportstad Rotterdam. En vorig jaar dit initiatief voor het eerst opgezet en nu het vervolg. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja, en dat terwijl Rotterdam niet echt een schaatsstad is, hè? Nee, maar wel een sportstad. En je ziet ook dat schaatsen hier ook leeft. Ik bedoel, je ziet dat hier op woensdag zoveel kinderen zijn. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, dit weekend zelfs een heuse marathon. Ja. Wat doe jij eraan? Nou, ik ben een beetje promotor van de Valk Ridderkerk, is natuurlijk sponsor. En die is ook sponsor bij onze ploeg. En, dus wij promoten hier de wedstrijd. En we hopen gewoon dat het een groot succes wordt. Vorig jaar was het een groot succes, de eerste keer. En we hopen dat het vervolg heeft. En het is nu in de competitie. Dus ja, we verwachten gewoon veel publiek en mooie wedstrijden. Ik zie je gelukkig weer schaatsen. Ik schrok even. Ik las een artikel dat je in april helemaal uit de schaatssport was gestapt. Ja, ik ben in principe gestopt met de grote topploeg. Ik doe nog een paar talenten zeg maar, begeleiden op achtergrond. En dat is eigenlijk het ploegje wat ik nu nog heb. En dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. En verder hou ik me bezig met mijn eigen bedrijf. Ja, en met de paardensport, hè? Want je bent geswitst naar een hele andere carrière. Ja, nou, ik heb altijd al gereden vanaf mijn zevende. Ik heb altijd paardensport gedaan. En de laatste jaren is het steeds meer overhand genomen. En schaatsport heb ik 25 jaar gedaan. En dat was zo, ja, daar ben je op een gegeven moment een beetje klaar mee. En het paardensport is heel leuk. En dat is een nieuwe dimensie voor mij. En we hebben er heel veel plezier in. En we doen dat echt samen. Samen met Sanne en mijn vrouw. En ja, het gaat gewoon goed. Dus daar ben ik blij mee. De schaatsliefhebbers die hopen ooit weer in de Elfstedentocht. Op jouw website zie ik ook staan, elke dag komt hij een dag dichterbij. Ja. Maar aan de andere kant hoop je echt dat hij er komt. Want nu blijf je altijd verbonden als die laatste Elfstedentochtwinnaar. Ja, dat klopt. Dus het is voor mij wel, heeft twee kanten, zeg maar. Maar in mijn hart hoop ik echt dat hij komt. Want het zou gewoon fantastisch zijn om hem nog een keer te mogen rijden. Dat sowieso een keer als echt, toch voor mij wordt dan een ereronde. Ja, aan de andere kant, als hij niet komt, ja, oké, dan blijf ik de laatste. Maar ik hoop echt dat hij nog een keer komt. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor alle andere schaatsliefhebbers die hem heel graag een keer willen rijden. De Venus, de sprint met Hulsebos, staat het nog zo vaak op je netvlies? Nou, nee, op zich de sprint niet. Meer hetgene wat daarna met je gebeurd is. Mijn leven is natuurlijk gewoon compleet geswitst naar 4 januari 97. En dat is gewoon heel mooi en daar geniet ik elke dag van. Word je nog altijd daar aan herinnerd overal waar je maar komt? Ja, bijna elke dag, je ziet het nu ook weer. Ik bedoel, bijna elke dag word je er wel aan herinnerd, links of rechtsom. Je bent hier in Rotterdam-Kralingen, maar daar ben je wel eens vaker, want je bent een soort van fan van Excelsior. Ja, nee, mijn zoontje is sinds een jaar of drie voetbal heel fanatiek en Albert de Jong is voorzitter van Excelsior, een vriend van mij. En ik kom tegenwoordig vrij veel bij Excelsior en ik vind het een hele leuke club. En mijn zoontje is helemaal Excelsior fan geworden. Ja, dus het is gewoon gezellig, dus ik ga er regelmatig naartoe. Ja. En hoe vind je dat ze het doen? Sorry? Hoe vind je dat ze het doen? Nou, tot nu toe ging het natuurlijk heel goed. Alleen de laatste twee weken hebben ze echt, zijn ze echt, nou niet echt door het ijs gezakt. Maar je ziet gewoon dat ze heel hard geknokt hebben in het begin van het seizoen. En ik denk gewoon dat de jongens even mentaal en fysiek gewoon even er doorheen zitten. En ze zijn toe in de winterrust. En ik verwacht dat ze na de winterrust echt weer met veel energie terugkomen. En ze handhaven zich absoluut.